De lucht boven onze Lieve Vrouwkerk in Deinse kleur blauw. De Oost-Vlaamse stad vormt het decor voor de startplaats van de 7e editie van de Denlet Nokerkoers voor junioren 2024. De teamtent is ondertussen opgebouwd op de daarvoor bestemde teamparking en terwijl de mechanieker het materiaal op orde zet en de verzorger zijn taken uitvoert, vragen wij een ploegleider Glenn wat de verwachtingen zijn voor vandaag. Nou, aan het weer te zien, er staat redelijk veel wind. Het wordt een zware koers voor de jongens. We hopen dat ze mee kunnen doen in deze koers vandaag, onze eerste koers. Het is zeer belangrijk om ons te laten zien. We gaan het afwachten. Het wordt een hele spectaculaire dag vandaag. De wedstrijd in het Oost-Vlaamse voert van Deinze naar Nokeren, waar na 127 kilometer de aankomst is gelegen bovenop de befaamde kasseiklim de Nokerenberg. Een klim van 400 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3%. Met maar liefst 5 kasseistroken en 10 hellingen en een strakke wind die blaast vanuit zuidoosten is het alle hens en dek voor de renners in het peloton om goed van voren te blijven koersen en hectiek zoveel mogelijk te vermijden. Ook met steile ambities zijn afgezakt naar Deinze. Graag met veel plezier aan u voorstellen. Jules van Meer, dat is de eerste van het vijftal. We hebben Jules Hendricks aan de start. We hebben Tijn Wasserman. We hebben Sylvain Vleugels. En een man die fantastisch begonnen is aan dit seizoen. Ook hij is erbij. Max Rijvers is de vijfde man vandaag in actie komend voor het Tiger Cycling Team. En zijn seizoensbegin mocht er zijn, hè? Ja, zeker. Het seizoen is goed begonnen. De eerste wedstrijd was ik zesde geworden in de tweede groep en vorige week natuurlijk een prachtige overwinning. Heeft dat al wat druk van de ketel gehaald, die eerste zege? Want dan weet je uiteraard dat je er een goede winter hebt op zitten gehad, hè? Ja, zeker. Zo'n overwinning helpt natuurlijk altijd mee. Je weet dat je goed hebt voorbereid en dat je goed voelt. En dat schept natuurlijk wel wat vertrouwen. Ik verwacht vandaag een heel zenuwachtige bedoeling. Het wordt zenuwachtig koersen, het wordt wringen, het wordt positie kiezen. Misschien vaak die positie kwijt willen terug opschaven. Maar is dat een koers? Is dat gevring, dat gevriemel? Is dat iets dat je graag doet, die Vlaamse nervositeit? Ja, op zich wel. Ik zie dat wel graag. En ook zeker een wedstrijd als vandaag is lang. Dat ligt me ook wel goed. Dan zie je toch dat de sterkste renners uiteindelijk overblijven. En dat zie ik graag, een selectief parcours. Dus dat ligt mij wel. Kasseitjes, hellingen, wat wind, open vlakte. Het kaf zal van het koren worden gescheiden straks. Hè? Ja, dat is schitterend natuurlijk. Dit is alles wat je wil zien in de koers. Daarvoor ben je coureur geworden, hè? Ja, zo is dat. Oké, en doe Rob de groeten en applaus voor de jongens van het Tiger Cycling Team. Ze mogen nog hun handtekeningen plaatsen op het startblad. Succes, jongens! Ja, het is natuurlijk schitterend. Mooie koers, Nokerkoers. Mooi parcours. Selectief. Natuurlijk schitterend weer. En de UCI-koers van het seizoen, dus dat is mooi. Ja, we zijn nu onderweg. We hebben de renners de eerste keer gezien. Aan de zijkant van de befaamde Tiegenberg. Het was een valpartij geweest. Max Rijvers goed mee van voor. Ook Jules van Neer. En dan om een klein gaatje Jules Hendricks. Dus Andrego, heb jij een bidonnetje kunnen aangeven? Nee, ik heb niemand een bidon kunnen aangeven. Er was ook geen vraag naar. Dus we zullen zien wat we dadelijk voor de mannen kunnen betekenen. Het flink uitgedunde peloton slaat voor het eerst linksaf richting voet van de Nokerenberg die 3 keer wordt aangedaan. Ja, de spanning die neemt toe. Wordt hard gereden.
Alles ligt in stukken en brokken. In de eerste groep Max Rijvers en daarachter de andere jongens van ons. Laten we kijken hoe de volgende doorkomst gaat zijn. Onze verzorger Andrego die gefocust is op het groene shirt van het Tiger Cycling Team. Met Max Rijvers heel attent voorin. Ook dit keer geen bidonnetje voor Max Rijvers die zich met zijn groep klaarmaakt om richting de Nokerberg te gaan. Daar waar de bel gaat luiden voor de laatste ronde. De laatste ronde van de wedstrijd. Jasper Scholz, waar hem gaat de kroon lopen. Dat is met deze het geval. Hij is opnieuw wat verder dan het laatste ronde in de koersvorming. Achtervolgend voor de top. Onze van de Bunch. Nog altijd een heel attent rijdende Max Rijvers voorin. Die de bel hoorde luiden voor de laatste ronde richting aankomstlijn. Niet veel later een samensmelting met de koploper vooraan, wat meteen ruimte bood voor aanvalspogingen. Daarin een moedige Max Rijvers die het probeerde, maar niet genoeg ruimte kreeg voor een aanstormend peloton richting de finishlijn. In de massasprint werd de jonge Tiger 21ste in zijn allereerste wielerklassieker van het wegseizoen 2024. Wat een prachtige koers hebben wij gezien. Wat een prachtige koers, die Nokere koers. En wat een goede Max Rijvers. Wil je met ons mee in de kopgroep om elkaar samen uit de wind te zetten? Vergeet dan zeker niet deze video te liken en je te abonneren op ons kanaal. En ga samen met ons richting de aankomstlijn. Let's go!